Zwaartenergie, bewegingsenergie, warmte, deze energiesoorten hebben we behandeld. Dit keer komt de veerenergie en de gravitatieenergie erbij. Je ziet hier twee voorbeelden ervan. Interessant? Prima, we gaan van start. We gaan even van start met een voorbeeld van een bal die van 6 meter hoogte valt. De bal 509 gram en dat komt mooi uit, want dat betekent dat de zwaartekracht op de bal precies 5 newton is. Dat is wel een mooi getal. De vraag nu is, kun je voorspellen hoe de grafiek eruit ziet van de kracht op de bal als functie van de afstand? Ja, de afstand. Horizontaal, kracht, verticaal. De vraag lijkt moeilijker dan dat die is. Want kijk, wat is er aan de hand? In het begin, ja, als hij dus net losgelaten is bij 0 meter, is de kracht op de bal 5 newton. Als hij 1 meter naar beneden valt, wat is dan de kracht op de bal? Nou, die verandert niks. Ja, die blijft natuurlijk gewoon 5 newton. En dat betekent dus dat ook na 2 meter vallen die 5 newton is. En na 3 meter vallen is die 5 newton. Etcetera, etcetera. Het maakt niks uit hoe ver de bal valt. De kracht erop blijft gewoon constant. Oftewel, hoe ziet het FS-diagram eruit? Een gewone horizontale lijn. En waarom doen we dit? Nou, kijk nu eventjes naar het diagram en dan het oppervlak onder de grafiek. Het oppervlak onder de grafiek, ja, dat is breedte keer hoogte. En breedte keer hoogte, kijk, de breedte is de afgeleide weg, S. En de hoogte is de kracht. Dus wat is de oppervlak? Oppervlak is dan dus F keer S. En hey, wat is F keer S? Precies, dat is de arbeid. Kortom, heb je het FS-diagram, dan kun je de arbeid bepalen door het oppervlak eronder te berekenen of te bepalen. Je kunt natuurlijk gewoon een hokje stellen eventueel. Kijk, in dit geval hier is de kracht niet constant. En dat betekent dat we de arbeid niet kunnen berekenen met F mal S keer cosinus alpha. Want ja, je weet niet welke F je gebruiken moet. Maar in dit geval hier kun je dan wel de arbeid bepalen door het oppervlak eronder te bepalen. Dat kan soms niet super nauwkeurig. Het is een kwestie van dat je driehoekjes moet tekenen, rechthoekjes moet tekenen en een beetje benaderen. Maar het is een mogelijkheid om de arbeid te bepalen. En dan nu de veerenergie. Je ziet hier een veer hangen, ontspannen en wat niet aangetrokken. Dat betekent dus dat de uitwijking 0 is. En ik ga hier een FS-diagram mee bekijken. Hoewel S-diagram, ik heb hier een veer, dus dan spreken we niet over verplaatsing, maar over uitwijking. Dus vandaar dat hier de U staat in plaats van S. Maar het is gewoon natuurlijk een verplaatsing in meters. Allereerst, ja, als er geen kracht is, dan is de uitwijking 0. Dus kijk, dat heb ik hier ook neergezet. Ja, uitwijking 0 is de kracht ook 0. Hoe kun je kracht bij een veer berekenen? Nou, F is C maal U, waarbij C de veerconstant is. Dus die moeten we hier nog wel eventjes weten. En stel je voor, de veerconstante hier is 16 newton per meter. Oké, dat betekent, hè, als ik dus voor de C 16 invul, dat ik dan de uitwijking kan berekenen als ik F weet. Nou, op die manier kan ik dus U berekenen als ik F weet, F gedeeld door 16. Oké, ik trek aan de veer met 2 newton. Dat betekent dus dat de uitwijking wordt 2 gedeeld 16 is 0,125 meter. Prima. Ja, hij gaat dus naar beneden toe. Ja, en je ziet hier dus, ja, hier is het 12,5 centimeter. Ja, want dit is hier in centimeters en dit hier is in meters. Dat kan ik in de grafiek zetten. Ja, hier, ja, bij een kracht van 2 newton is de uitwijking inderdaad 12,5 centimeter, 0,125. Ik verhoog de kracht, ja, ik verdubbel de kracht naar 4. En dat betekent dus dat de uitwijking ook 2 keer zo groot wordt. Dus die wordt 0,25. En dat teken ik weer in mijn diagram.
De kracht, ja, was 4. Ik doe er nu weer 2 bij. 6. Je kunt het weer, de kracht wordt 3 keer zo groot ten opzichte van die 2. Dus de uitwijking wordt ook 3 keer zo groot. Oftewel, ja, daar is hij weer. Hij wordt dan 0,37,5. En die kun je weer in het diagram doen. Nou, 6 newton kan nog 8 newton doen. Ja, 8 newton. Dan wordt dus de uitwijking weer, die zal dan 50 worden. En dat kan ik ook nog net in mijn diagram kwijt. En je ziet dus dat de diagram alles mooi op één rechte lijn zit. Oftewel, die kan ik ook tekenen. En het FS-diagram of FU-diagram is dus een mooie lijn door de oorsprong, door alle meetpunten heen. Ik kijk weer naar het oppervlak onder het diagram, want dat is de arbeid die je dus hebt verricht om de veer zo ver uit te rekken. Wel, arbeid, oppervlak. En oppervlak is voor een driehoek halve basis keer hoogte. Basis is de uitwijking. Hoogte is f. Oftewel, als je dat invult, is dus het een half keer u keer f. Oké? Okay? De f, ja, dat is zeker u. Dus in plaats van f vul ik zeker u in. En dan krijg ik dus dat het oppervlak gelijk is aan een half keer c keer u kwadraat. Oftewel, de arbeid die je nodig hebt om een veer uit te rekken, is gelijk aan een half cu kwadraat. En dat is dus ook de energie die in de veer dan gaat zitten. Ja, je doet arbeid en die wordt omgezet in veerenergie. Dus de veerenergie is gelijk aan een half maal c keer u kwadraat. Hierbij is u de uitrekking of eventueel indrukking van een veer in meters. Let op, het moet in meters. De c, de veerconstante, in newton per meter. En correct ingevuld, dan krijg je de veerenergie in joules. Oké, dat was de veerenergie. We gaan nu naar de gravitatie-energie. Wat is gravitatie-energie? Gravitatie-energie is de energie die ontstaat omdat twee verschillende massa's elkaar aantrekken. En dat zul je normaal niet gauw zien als je dus een potlood en een pen naast elkaar houdt, dat die twee elkaar aantrekken, maar toch gebeurt het wel. Alleen die kracht tussen die twee is wel onnoemelijk klein. Je kunt het berekenen, want het is gelijk aan een constante hoofdletter g maal m1 maal m2 gedeeld door r kwadraat. Hierbij is r de afstand tussen twee massa's, maar let wel op, je moet wel het midden van de massa's nemen. Dus tussen de twee massa-middelpunten moet je die massa's nemen. De g is een gravitatieconstante en die is heel erg klein. En omdat die zo klein is, zul je dus ook heel moeilijk die kracht kunnen merken als de massa's ook klein zijn. Die gravitatieconstante die zit natuurlijk ook weer in BINA's. Kijk in tabel 7, dan zul je daar voor de gravitatieconstante deze waarde zien. Die gravitatiekracht die is natuurlijk wel degelijk merkbaar als de massa's heel erg groot zijn. En het is dus ook een van de redenen waarom de maan om de aarde blijft draaien. Omdat de aarde de maan aantrekt. Dus die maan die kan gewoon niet ervan af. Oké, dat is gravitatiekracht, maar we moeten natuurlijk het wel hebben over gravitatie-energie. Wel, je hebt twee massa's, die trekken elkaar aan. En als je ze loslaat, bam, dan komt er energie vrij, er kan energie uitgehaald worden. Dus twee massa's op afstand beschikken over energie omdat ze elkaar aantrekken. En dat wordt gravitatie-energie genoemd. Die gravitatie-energie, wat gebeurt ermee als je twee massa's verder uit elkaar haalt of dichter bij elkaar? Wel, let op, ja, zo, even kijken. Ja, je ziet dus, als ze verder van elkaar af zijn, dan hebben ze meer tijd om op gang te komen. En dus zullen ze met een grotere snelheid op elkaar botsen. Dus heb je meer energie. Hoe groter afstand, hoe groter de energie. Nog eventjes voor de zekerheid, nog een keer bekijken.
kijken. Ja, hier zijn ze. En hup en bam. Kijk, de onderste, die hebben veel minder tijd om bij elkaar te komen. Dus minder energie. Gravitatie-energie kun je berekenen met deze formule. Eventjes doornemen wat er hier allemaal staat. M1 keer M2, dat zijn dus de beide massa's en dat moet 1 kilogram zijn. R is de afstand tussen de middelpunten in meters. Let op, hier staat R. Bij de kracht was het R kwadraat. Hier is het R. G, dat is die gravitatieconstante weer. En die kun je weer vinden in binas, tabel 7. En alles ingevuld, dan krijg je de gravitatie-energie in joules. Zit natuurlijk nog wel eventjes hier met dat minteken daarvoor. Dat is wel weer heel apart. En hoe komt dat? Nou, dat is een kwestie van afspraak. Wat heeft men gezegd? Het volgende. Hoe groter afstand, hoe groter de energie is. Maar stel je nu voor dat je voor R een ontzettend groot getal invult. Van hier tot nou ergens buiten het zonnestelsel. Als je dat dus dan invult in de formule voor de gravitatie-energie, dus als je voor R dus een heel groot getal invult, dan zul je dus zien dat E gravitatie, ja, die is heel erg klein, praktisch nul. Dus, hoewel hij heel erg groot zou moeten zijn, hoe groter afstand, hoe groter energie, is het gewoon zo dat de formule bijna nul aangeeft. En, als je dus dan voor R juist iets heel kleins invult, ja, dus voor R vul je hier een heel klein getal in, dan zal dus uit de formule een heel groot getal komen. En ja, dat is apart natuurlijk, vandaar dat men hier de min heeft gezet. Want als je dus dan R invult, dan is de uitkomst heel erg groot, maar het is wel een negatieve uitkomst. En dus zal hij inderdaad kleiner zijn. Maar ja, negatieve energie, dat is wel heel erg vreemd. Kan dat wel? Ja, dat kan. Ik laat je het even zien. Kijk, een mooi grasveldje, bloemetje erin. En we houden daar een bal op 1 meter hoogte. Nou, op 1 meter hoogte is duidelijk dat hij daar energie heeft. E is m keer g keer h. Je vult het in en je krijgt keurig een positieve waarde voor de energie. En als je één keer op de grond is, op de hoogte 0, daar is de energie 0. Oké. Kijk, dat is wel weer vervelend natuurlijk, zo'n beest in het grasveld. Dat betekent dus dat hij behoorlijk aan het graven is geweest. Ja, daar hebben we dan weer, hè, een joekel van een gat. Maar dat komt op zich mooi uit, want we laten de bal eventjes stuiten. Plop, plop. En ja, in het gat. En wat is nu de energie van de bal als hij daar boven ligt? Nou kijk, de hoogte is dan min 1 meter. Het is namelijk een verschil van 1 meter ten opzichte van de hoogte 0. Betekent dus dat de energie daar, als je dat invult, dat die negatief is. Het is dus omdat wij hebben gezegd van, hey, de hoogte op dit niveau is 0. Dadelijk kan dus hier een negatieve energie zijn. En dat is een kwestie van hey, waar zeg je dat de energie 0 is? En voor de gravitatie-energie, ja, heeft men gezegd van de energie 0 is in het oneindige. En dat is puur een kwestie van afspraak. Oké, kijk eens, wat hebben we hier? Onze mooie aarde, maan eromheen, erg mooi. We laten een beetje zakken, zo, naar beneden toe. En we kijken eventjes ver weg. Kijk daar, heel ver weg, heel erg ver weg. Oftewel oneindig ver weg. Hey, oneindig ver weg. Dat betekent dus dat de gravitatie-energie daar nul is. En we zetten op de aarde een raket. En we willen eigenlijk met die raket daar heel ver weg van de aarde. Hij moet oneindig ver komen. Dus eventjes opstarten. Broem, broem. En nee, dat is niet genoeg vaart. We moeten hem meer vaart geven. Even kijken hoor. Oké, nog een keer. En nee, nog niet. We moeten meer snelheid geven. Hè? Maar in plaats van het gewoon te proberen, laten we maar gewoon uitrekenen hoeveel snelheid hij moet hebben. Eerst eventjes, als je dus daar in het oneindig ver weg is,
Dan mag je van mij best een snelheid van 0 hebben. Hè? Hij moet daar komen, hij hoeft niet nog verder weg. Dus hij moet zoveel snelheid hebben dat hij daar aankomt en dat hij daar net afgeremd is. Dus daar is hij 0 meter per seconde. Wat is de energie daar een tonijn nog ver weg? Nou, ja, die is 0. En de gravitatie-energie die je daar heeft, die heeft gezegd van oneindig ver weg, is de gravitatie-energie 0. En in het begin, de raket op aarde, hoe groot is daar hij? Nou, hij heeft massa, dus hij heeft gravitatie-energie. Maar we geven hem ook nog extra energie, want we geven hem snelheid. Dus dat is ook nog de kinetische energie. En, wet van Wout van Energie zegt, E begin is E eind. E begin is je gravitatie-energie plus kinetische energie. En op het eind is die 0. Oké, even invullen de diverse formules. De gravitatie-energie, dat is misschien wel eventjes goed. Kijk, dat is M1 keer M2. En dat is dus hier de massa van de aarde keer de massa van de raket. En voor de kinetische energie, dat is alleen hier de massa van de raket, want de raket alleen, die krijgt de snelheid. Mooi is dat ik hier MR heb staan, daar MR heb staan. Dus ik kan in feite gewoon links en rechts delen door de massa van de raket. Nou, 0 gedeeld door de massa van de raket blijft 0 natuurlijk. Oftewel, ik kan de massa van de raket gewoon wegstrepen. Blijkbaar heeft de massa van de raket er geen invloed op. Dat is wel mooi. Want je ziet dus nu dat ik hier een uitdrukking heb. G weet ik, de massa van de aarde weet ik. Ik weet R wel, want wat is R hier? Dat is de afstand tussen een raket, middelpunt van de raket en middelpunt van de aarde. Oftewel, dat is eigenlijk gewoon de straal van de aarde, hè, want de raket staat op de aarde zelf. Dus dit is hier de straal van de aarde. En het enige wat je hier nog niet weet is de snelheid en die kan ik dus hier berekenen. Ja, als ik dit even om ga werken, dan krijg ik dus dat de snelheid gelijk is aan de wortel van 2g. Hè? Kijk, dit stukje hier gaat naar de andere kant toe. Betekent dus dat het minteken hier, dat wordt een plusteken. En dan links en rechts keer 2 en de wortel eruit. En dan krijg je dus deze uitdrukking. Hè? Zet het even voor jezelf goed op papier en dan kun je er zelf wel uitkomen. Alles invullen, dan krijg je een snelheid van 11,2 km per seconde. En dat wordt de ontsnappingssnelheid genoemd. Oké, 11,2 km per seconde om te ontsnappen. We geven de raket de snelheid mee en ja, gelukt. Gelukkig, we hebben goed berekend. Ontsnappingssnelheid die is natuurlijk afhankelijk van de planeet waar u op bent. Voor de aarde is je 11,2 km per seconde. Maar op de maan die een stuk lichter is, is de ontsnappingssnelheid juist kleiner. Jupiter, zwaar, dus een grotere ontsnappingssnelheid en de zon, ja, veel en veel zwaarder, heb je dus een ontsnappingssnelheid van 600 km per seconde. Hoe zwaarder, hoe moeilijker je eraf kunt komen. En dat geldt ook voor dit object. En je zult denken van, hé, wat is dit object? Wel, kijk, het is een zwart gat. Een zwart gat is zo zwaar dat de ontsnappingssnelheid groter is dan de lichtsnelheid. Dus niks kan daar genoeg snelheid hebben om te ontsnappen. Zelfs licht is niet snel genoeg om te ontsnappen. En dan krijg je dus dat je daar niet meer af kunt komen. Tot ziens.